Oh. Hoezo reageert die afstandsbediening niet? Ik ga vandaag mijn top 10 series op Netflix met jullie delen. Om even een lekkere inspiratierondje te doen, wat te kijken. En mochten er nog dingen ontbreken waarvan jij denkt, Dies, waarom gaat dit altijd aan? Dies, dit moet ook bij de top 10. Laat dan in de reactie hieronder weten. Dan weet ik dat ik het misschien nog moet kijken. Of misschien heb ik hem al gezien, maar vond ik hem niet in de top 10 passen. Maar ja. Smaken verschillen. Ook trouwens, alles wat ik deel is wel echt wat ik zelf kijk. En niet voor kinderen bedoeld. Dus niet onder de 12/16. Niet onder de 16, nee. Ik ga even in mijn meest recente kijken. Wow, Once Upon a Time in Hollywood staat er gewoon al op. Dat is best snel. 12 ben ik aan begonnen. Ik weet het nog niet. Ik zie ook hele vette films, maar we gaan het niet hebben over films. Ik ga wel echt even naar de series toe. Mijn nummer 1 serie is in 2019 online gekomen. En dat is... Undercover. Ik ga trouwens over geen één serie heel veel vertellen om natuurlijk jullie geen spoilers weg te geven. Maar Undercover is zo bizar goed geacteerd. Ik kan me niet voorstellen dat niemand dit vet vindt. Ik vind het echt geweldig. De acteurs zijn goed. Het verhaal is echt, het sleept je gewoon helemaal mee. Het gaat over een drugscrimineel. Maar zelfs voor hem kreeg ik op een gegeven moment een soort van gevoel. Ik was u om 12 uur en dat is een vraag. Hij stelde, nee, drugsbron. Bam. Hoe je dat kan meezuigen en gewoon hoe het geacteerd is. Het is echt geweldig goed, deze serie. Als je hem nog niet gezien hebt, ga hem alsjeblieft kijken. Yeah, Jimmy McGill. Oké, ik hoor nu op de achtergrond. Hello everyone, mijn naam is Jimmy McGill. Ik weet niet of jullie bekend zijn met Breaking Bad. Ik bedoel, Breaking Bad. Als je Breaking Bad nog niet kent, dan is Breaking Bad natuurlijk een nummer 1, vind ik. Maar het kan natuurlijk zijn dat je dat al lang kent en dat je denkt van, jeetje, die zijn, wat is dit voor oude shit die je allemaal gaat noemen. Check dan even de video die ik hierboven even post. Dat is echt super lang geleden. Maar toen heb ik al een keer een top 10 gemaakt en daar zit Breaking Bad al in. Dus daar zitten de series in die al wat ouder zijn. Ik ga het nu echt hebben over vooral de series die ik zelf heb ontdekt van 2019 tot nu. Better Call Saul, want Better Call Saul gaat eigenlijk over de advocaat die in Breaking Bad zit. En zo komen ook dezelfde personages weer terug. Het is eigenlijk een soort prequel, dus het is wat er vooraf ging aan het verhaal van Breaking Bad uit de ogen van de advocaat. Dus ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind deze man eigenlijk heel erg schattig. En ik leef gewoon helemaal met hem mee. Het wordt ook steeds spannender en leuker. In het begin is het nog een beetje dat je denkt van, mwah, het zijn inmiddels ook al 5 seizoenen. Dus ja, je moet daar een beetje in groeien, loskomen. En het wordt wel steeds beter. Oké, ik zet Better Call Saul voor nu op nummer 4. Oké, dan gaan we naar... Vorig jaar heb ik deze gekeken. Dat is Bodyguard. Thank you. Very much. Bodyguard is echt heel erg spannend. Het is maar 1 seizoen, jammer genoeg. Volgens mij zaten er niet eens echt acteurs in die ik kende. Maar het was wel echt gewoon dedicated. Je wilde echt alles meteen zien. En ik vind het ook echt heel erg jammer dat er geen volgend seizoen van is gekomen. Bodyguard komt voor mij op 7. En dan You. Ze hebben heel veel mensen het al over gehad. Ken je deze al? Het zijn inmiddels 2 seizoenen. Ook zo'n verhaal, een beetje Dexter-achtig, met een mysterieuze gast die eigenlijk gewoon heel slecht is. Maar waarbij je toch, vooral in seizoen 2, een beetje twijfels gaat krijgen wat je nou van hem vindt. Meer zeg ik niet, maar het is echt een hele leuke serie, ook voor jongeren. Het is ja, spannend, liefde ook wel te maken, dus ook voor vrouwen denk ik echt wel een hele leuke serie. Ik vond het echt een hele snelle wegkijker en ik vond het ook heel jammer dat die afgelopen was. Ik zet You op nummer
3. even denken. Nu moet ik even een beetje gaan denken. Recent heb ik met Bart Unorthodox gekeken. Dit vond ik zelf een hele goede serie, omdat het een mooi verhaal had. Waarbij je echt achter iets komt waarvan je denkt van wow, is dat zo? Gaat dat zo? Best wel indrukwekkend eigenlijk. En dat vind ik ook wel mooi om soms een serie te zien waarbij je ook gewoon eigenlijk iets leert over iets wat je misschien nog niet weet. In het begin denk je misschien van een beetje raar, maar ik zal er zeker even doorheen gaan. Unorthodox zet ik op nummer 9. Omdat het verder niet echt een verhaal is waar ik heel lang in heb gezeten. Omdat het ook, maar ja, het was maar één seizoen. En het was gewoon leuk en leerzaam. Maar het was niet, ja. Ik heb zelf meetziek nu staan. Die heb ik nog op mijn lijstje staan trouwens. Daar heb ik ook hele goede dingen over gehoord. Veel mensen over Elite gehoord. Ben ik aan begonnen, maar ik vond de personages een beetje te jong. Ik kan me dan niet genoeg inleven. Terwijl, dat slaat eigenlijk ook nergens op. Want bijvoorbeeld 13 Reasons Why zijn inmiddels 3 seizoenen van. En heb ik alle 3 echt gebingewatched. Ik vond het echt geweldig. Dus misschien dat ik Elite toch nog ga kijken. Maar dit zijn wel series die ik echt alleen kijk. Die hoef ik echt niet met Bart te gaan kijken. Dus misschien dat dat me toch een beetje tegenhoudt. Volgens mij ben ik echt een mega achterloper dat ik Ozark nog niet afgekeken heb. Daar heb ik alleen het eerste seizoen van gezien. Maar ik heb wel hele goede verhalen gehoord. Dus hij mag echt wel bij de aanraders. Even los van mijn eigen... Bart en ik hebben ook The 100 helemaal gekeken. Maar die komt ook niet echt in mijn top 10. Want op een gegeven moment vond ik het echt zo hetzelfde worden. Net zoals Vikings. Dat zijn dan toch dingen die denk ik een beetje te lang duren. Ja, het is gewoon... een te lang verhaal. Verder hebben Bart en ik laatst ook The Stranger gekeken. Een serie. Vond ik ook wel een leuke. Maar gewoon, dat is gewoon een korte van 1 seizoen. En volgens mij zijn dat ook van die reekses van gewoon een kleine serie is dat. Black Mirror, die moet ook gewoon weer in mijn top 10. Want het is gewoon knettergoed. Ondanks dat het eerste seizoen vond ik wel echt boven alles. Maar hij gaat er wel weer in. Sinner, die was echt, dat was echt ook een van de series van 2019 voor mij. Wordt erin meegesleurd. Het is spannend. Het is, ja... Sinner. Oh, wacht. Mr. Mercedes. Die moet er ook nog bij. Heb ik nog wel plek voor al deze dingen? Mr. Mercedes en Sinner vind ik een beetje gelijk eigenlijk. Weet je wat? Mr. Mercedes en Sinner zet ik allebei op 10. Ook al vind ik Mr. Mercedes was wel echt heel erg vet. Oh ja, die was heel vaag, of niet? Oh ja, hij. Oh, maar dat is een... is dat een serie? Soms denk ik dat dingen films waren, maar dan is het gewoon een serie. Ja, nou, ik val ook vaak in slaap dat ik gewoon niet eens meer weet hoe het ging. Working Moms, die was ook zo leuk. Die moet er echt in. Ja, Working Moms is echt een hele eerlijke kijk op het moederschap. Gewoon echt die heerlijke herkenbare struggles. Echt onwijs leuk om te kijken. 3 seizoenen heeft het. Moederschap is een wonder en soms een pure chaos. Ja, nou, het is gewoon hoe het is. Zeker als je werkt als moeder. Ik zet die op nummer 5. Nummer 5! Ja, hier staat die undercover Bloodline. Als je die nog niet gezien hebt, ook echt vet. Versace! Ja, die was echt heel vet. Versace gaat... Oeh, of was Dirty John vetter? Oh, deze zijn ook heel, heel gelijk aan elkaar. Dirty John is echt... Ja. Maar Versace ook. Zijn allebei, hebben allebei te maken met een beetje een creepy man. Even kijken. Die ga ik op een gedeelde plek zetten. Wat heb ik nog over? Oh, ik heb nog een nummer 2 over, maar daar hoort hij niet. Die gaat op 6. Ja, deal. Die 2 gaan op 6. Versace. Oh, Versace is zo leuk. Je krijgt trouwens ook best wel veel mee van het verhaal, hoe die vermoord is. Maar ik weet niet of dit nou eigenlijk allemaal verzonnen... Nee, het was wel gebaseerd op waar gebeurde verhaal. Dus als je dat interessant vindt, hoe Versace eigenlijk vermoord is, door wie en wat daar voor verhaal achter zit, is het ook erg leuk. En Dirty John is trouwens ook volgens mij een waar gebeurd verhaal. En hij is genomineerd voor een Golden Globe.
Ja jongens, zo leuk om even zo je historie door te kijken. The Haunting of the Hill House. Oké, dan hebben we als laatste nog een nummer 2 over. Dat vind ik heel erg moeilijk. Ik heb zo ontzettend veel goede series. Maar ik heb wel eentje die wel al wat ouder is. Hij is al van 2017. Dus het kan zijn dat je hem al lang gezien hebt. Maar het kan ook zijn dat je hem misschien nog gemist hebt. En in dat geval, als je vrouw bent, als je een beetje onaarnemend bent, als je mij een beetje leuk vindt, dan vind je deze chick denk ik ook echt heel erg leuk. De serie heet Girl Boss. Er is echt helaas maar 1 seizoen van gekomen. Dat is echt heel erg jammer. Maar je wordt zo gemotiveerd door deze vrouw te volgen. Ze is echt een beetje een rebel. En ze vecht zichzelf er eigenlijk doorheen om toch zelfstandig te worden. En ze kan niet zo goed voor een baas werken. Maar door middel van heel veel struggles vindt ze toch haar weg een eigen bedrijf beginnen. Wat echt heel langzaam begint en dan steeds leuker wordt. Start my own site. Maybe it'll work. Maybe it won't. But it'll be mine. Go ahead. Underestimate me. I've got it all figured out. Als dit je ligt, dan kun je hier heel veel inspiratie uithalen. Dus ondanks dat hij al wat ouder is, komt Girlboss toch voor mij echt wel op nummer 2. Ik heb nog wel gehoord dat vanaf half mei, die heet White Lines. When did you last see him? He's pie. It was wild. We went through this 20 years ago. I'm not doing it again. Dat speelt zich af in Ibiza. Ook een beetje heeft te maken met drugs en criminelen enzovoort. En ja, daarbij heb ik ook nog heel veel videolandtips. Maar misschien dat ik daar een keer een andere video over maak. Laat weten of je dat leuk vindt. Dan kan ik dat gaan doen. Ik ben benieuwd of ik nog dingen ben vergeten. Dus laat het me weten. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video.